Narrator, narrator, off.
gehuwd. Hallo? Hallo, ik had mijn geluid uit. Je staat heel erg zacht, moment. Ik snap dit niet, waarom loopt hij zo hard achter? Hij loopt 66 ticks achter. Aha, staat de server aan? Wat sta je? Wat staat de server aan? Ik vraag je toch wat zei je? Ik verstond je niet. Snap je wel wat er weekend? Wat? Ik verstond je niet. Wat zei jij? Oh, staat de server aan. Wat zeg je? Staat de server aan. Ik zeg het hard genoeg. Ik heb de server. Jij valt wel weg. Oh, de server is weer eens gecrashed. Yep. Ik weet niet wat hier aan de hand is, maar er is iets aan de hand en ik hoor mezelf alweer. Hier, de server staat niet eens aan en er wordt 81. Voor mijn CPU gebruikt. Wow. 81. Komt dat alleen maar omdat ik een 4 RAM heb toegewezen? Now a sneak attack. What the fuck? Nou, dat wordt maar weer eens opnieuw gaan. Ik moet dan ook eigenlijk 2 microfoons hebben. Eentje voor streamen. Nee, je moet gewoon je microfoon moet je via een aparte, niet alleen via een aparte draad richting je computer, maar ook gewoon een hele andere route moet je nemen. Ja, maar ik bedoel, zeg maar push the talk voor Discord en dan nou van een aparte microfoon gewoon. Ja, je moet ook een aparte microfoon hebben, maar ja. Het kan niet zo. Dit kan gewoon niet zijn zoals het hoort. Het is ook niet zoals het hoort en het kan ook niet de standaard zijn. Oké. Okay. Ben je er nog? Ja, ik ben er nog. Oké.
Nou, als we eerst even de server stabiel krijgen. En het eerste wat hij zegt is, hij loopt 2055 milliseconden op 41 ticks achter. En nu loopt hij alweer 63 ticks achter. Waarlijk. Van überhaupt amper. Nou ja, die. En ik ben allemaal items kwijt en door de. In de server. Wat ben ik? Wauw, dus ik denk dat ik zeg maar een aantal blokken van weg van daar waar ik echt. Hey, en cool. Moet ik die brengen of zo? Dan kan ik niet gewoon lopen. Yup, die blijft zorgt voor. Wat moet ik met die twee koeien doen? Oh, de server is weer gecrashed. Waarom crash je toch net? Ik had net een koe met een boot gevraagd. Om de een of andere reden, als ik Minecraft opstart, dat stemgedoe begint weer. Als je weer kijkt gewoon even naar hoe je kabels hebt lopen ofzo. Wat moet ik doen? Kijken naar hoe je kabels hebt lopen. Waarom?
Omdat misschien wil je koptelefoonkabel te dicht bij je microfoon, bij je microfoonkabel lopen. Nee. Die heb je toch wel gesplitst. Of anders dan kun je niet gebruiken. Weet je wat, ik zet gewoon push to talk aan, zodat jij me niet hoort, maar ik wel tegen jou kan praten. Mooi. Maar dat jij zelf voor je niet jezelf hoort. Oké, push to talk. Ja, ik kon je horen toen je test zei, dus... Ik heb het op caps lock gebind. Het begon dit keer pas met crashen. En ik weet niet waarom, maar desktop window manager gebruikt nu het meest van mijn CPU. Okay. Boven Java shit. Discord gebruik ik nu dus ook heel veel. Nou, als ik dan die server ga opstarten, dan gaat die ineens weer heel veel zitten gebruiken. This way. I'm not currently an athlete. I'm in. Hij loopt alweer 50 ticks achter. CPU gebruik is vastgezet 100, dus dat helpt ook niet echt.
Hallo? Ja. Hallo? Ja. Hallo. Hallo? Kun je me nog horen? Ja, ik kan je horen. Oké, okay, ik kon jou namelijk niet. Wat ben je met die koe aan het doen? Nieuwe koe. We hadden er al twee. Kom jij aan eten? Je hebt push the talk aanstaan, je kunt gewoon praten. De vraag was, hoe kom jij aan eten? Dat had ik ergens liggen of zo. Oh ja, je hebt het gewoon zomaar ergens liggen. Tuurlijk. Hier klopt iets niet. Wacht wat? Oh, je hebt twee suikers.
wortels nodig. Wortels? Waarvoor? Voor een carrot om een stick. Oké. Ga maken, maken. Je blokken draaien met zo'n databack wat we hebben. Wat zei je? Daarmee kun je blokken draaien met zo'n databack wat we hebben. Ik weet niet waar je het over... Ja, er is wel een aantal databacks voor dat doeleinde. Voor verschillende blokken zoals redstone, maar daar moet ik geloof ik een wrench, een moe sleutel voor maken. Oh. En is een carrot on a stick het enige wat je kunt gebruiken om varkens te lokken? Nee, ik kan ook gewoon gewone wortels gebruiken. Oké, waarom wou je dan per se een wortel op een stok? Om blokken te draaien. Oh. Nou, dan ga je maar lekker even naar een, een grot of zo zoeken. Of naar een dorpje waar je wortels kan vinden. Oh shit. Jee, ik heb nu een boog die wel, die wel nog een aardig levensduur over heeft. Mooi.
Thank you.
Ben je er überhaupt nog eens, hè? Ja. Oh, sorry. Als je nou even je dingespunt zet. Oh wacht, dat kan niet meer, want je... Waarom hebben wij die plugin niet? Ik bedoel, dat pak. Dat datapak, dat je in een bed kunt slapen en dan is je... dat je op een bed kunt klikken en dan is daar je punt. Nee, dat is toch standaard Minecraft shit? Nee. Dat hoort gewoon zo te zijn, dat datapack hebben we volgens mij maar. Okay. Ik zie hier wel een niet. Anti-creeper, anti-unwin, anti-dust. En de armor, stands, shelter shells, en dergelijke door te eten. Vuurtjes, appjes, poten. Phantom spots, moppets, multiple sleep. Oh, wacht, we hebben set home of niet. Wacht, wat? Waarom? Hij is er gewoon niet bij. Even een test hoor, even een test. Ik ga hem zo weg. Weet je, als je een keratonstick maakt, dan krijg je een keratonstick.
Kijk maar. Wat? Ik heb hem dan wel aan mezelf gegeven en ga hem nu weggooien. Maar... je krijgt dus geen wrens. Ik weet niet hoe je die dan wel krijgt. Je moet aparte texture pack doen, denk ik. Want de deur is nu raar. Dat heb jij net gedaan. Door te openen met dat ding. Dus kun je het weer openen met het ding zodat het normaal is. Ik kan nu niet naar de deur heen. Snap je? Zo. Kijk even naar wat er nu aan de hand zit. Weg daarmee. Kijk, Jan. Kijk wat er aan de deur aan de hand zit. Kijk wat er aan de deur is. Sorry, ik vergat op capslock te drukken. Zie je het niet? Wat? Waar heb jij het over? Over de glitches. Nee, wat gebruik jij? Wat bedoel je, wat gebruik jij? Nou, wat heb je op dat je glitches aan de deur ziet? Of wat gebruik jij voor iets? Is er iets dat jij gebruikt dat misschien glitches aan de deur krijgt? Nee, ik heb geen aparte datapacks of zo. Nee, ik bedoel texture packs of shaders of zo. Nee, fysiek, ik kan er niet doorheen lopen, Jontal. Staat hij open nu? Nu staat hij open. Nu staat hij open. En nu is hij dicht. En nu is hij open. Nu is hij dicht, zie? En kun je hem nou openmaken dan? Nee, ik kan niet. Wat ben je dan die andere eens? Kun je er nu wel doorheen? Nu wel, nu jij hem openmaakt. Nu zit hij ook bij mij echt open. Gefixt. Vreemd. Ja, ik had mezelf opgemaakt voor die wortel op een stok. Aha. Want ik wist niet hoe die heette. Ik wist niet hoe die heet. En in opdrachtbond heb je natuurlijk geen autocomplete. Everyone, welcome back to a video here on the second channel. It's another update to Data Pack Park. Keybind for voice shut down. Oh, je moet gewoon een carrot op een stick hebben en dan moet je hem branch noemen. Aha. The website. Ik kan er niet op. Ik ben gekikt. Wat zei je? Je bent gekikt? Ja. En kun je er nu niet meer op? Timeout. Wow. Why? YMCA. Hello viewer. Oh, iemand kijkt de stream, net ook iemand. Nu kan ik er weer gewoon in. Mooi, wat ben je dan? Kun jij niet elk geluid dat ik maak horen trouwens? Ja. Waarom heb je dat dan nooit gezegd? Weet ik niet.
Wat zei je? Omdat jij het waarschijnlijk toch niet kan stoppen. Nee, ik bedoel, jij kan elk geluid horen dat ik maak gewoon als ik bijvoorbeeld stil zit of zo. Als ik mijn stoel beweeg, dat kun jij horen. Inderdaad. En ik... Waarom zei je dat? Het boeide me niet zoveel. Kunnen we nu nog steeds voldoende? Een beetje, je valt wel weg. Zo beter? Ja. Er is gewoon zo kut aan deze microfoon. Pakt alles, pakt niks. Omdat ik er net heb eentje heb gehad. Wacht op mij. Ik ben dat. Maar dat ga je niet doen. Ze dropt er geen van beide een kruis. Oh, wacht. Nee, eentje dropt er wel een kruis. Met een pijl erin. En ik heb de banier gekregen, of heb jij de banier gekregen? Ik heb geen banier. Oh ja, ik kreeg wel de banier gekregen. Geweldig. Wat?
Hey, Yusha. Hoe kom jij aan zoveel pijlen trouwens? Skeletten doden. Oh. Maar zet je spanpunt even. Voor mij staat daar. Wat? Zet je spanpunt even. Slaap even in dat bed. Tot op. Okay, then. I want a zoom animation, like from Half-Life or something, for it, instead of this. Want zoomen gaat nu zonder dat de tijd verstrijkt. Zeg maar, boom, je bent ingezoomd. Dat vind ik niet leuk. Dus zo je desoriënterend. Ik ben er al aan gewend geraakt. Ik ben gewoon als een baas deze berg aan. Zonder ook maar één blok te breken. Hoi koe. Oh, dit is een hele kudde. Nou ja, we hebben toch al koeien en ik ga ze niet naar beneden halen. Blijf nou eens stil. Heb je een boot nodig? Ik heb geen boot nodig. Ik ga die koeien niet vervoeren. Ik ben ze aan het afslachten. Waarom? He's killing the cow. Omdat we er al genoeg hebben. Okay. We kunnen gewoon de koeien die we hebben, kunnen we een beetje farmen als we dat. Ja, maar farmen toch niet zo vaak. Het is handig als ze nieuwe koeien brengen. He says we have them. Waarom? Ik zie trouwens lama's. Wie ziet lama's? Wat zei je? Dat je lama's ziet. Ja, dat is wat ik zei. Jij zei iets en ik verstond niet wat jij zei. Je valt weer weg. Ik lach. Oké dan. Oh, zit ik mijn schaar niet bij me? Nou ben ik net schapen tegen. Wacht, ik pak mijn schaar even. Hallo, lama's. Ik zou zo wel even een pauze nemen. Dan neem je toch lekker pauze. I'm getting a headache. I want to take a pause. Out. Mm-hmm.
Ik heb ook varkens gevonden. Die zijn niet belangrijk. Oké, dan ga ik ze gewoon slachten. Inderdaad. Kill all. Wauw, ik probeerde kolen te mijnen met een zwaard. Wauw. Ik bewaar trouwens wel een paar varkens, want dan kunnen we gewoon... Omdat het kan, kunnen we dan gewoon varkens houden. Wat zei je? Varkens zijn nutteloos. Ja, maar we kunnen ze gewoon houden omdat het kan. Ja. Oh, extra suiker. Jee! En ik zie nog een pillager. Of ik bedoel een rover. Wacht, wat? Rover? Hoe zouden die dingen heten in het Nederlands? Rovers? Nee, ik weiger. Oh shit, ze wat wil je bouwen? Een onder de grond waterweg. Een kanaal. Oh, leef je uit. Mijn gevoel voor richting in het spel is echt helemaal niks. Waar? Ergens waar ik ben. En laat me raden, je bent ook ver weg. Yep, de berg. Oh, de berg, ja, wat dus hoe beschrijven ben ik ook. Ja, de berg dicht bij ons huis. Ik ben ook bij de, op de berg dicht bij ons huis. Op de berg, dus dan moet ik jouw name tag ergens kunnen zien. Ik zal proberen, sta stil, dan kan ik het eerst, kan ik het eerst. Nee, ik zie het niet. Nu ben ik niet aan het nu ben ik niet aan het aan het kruipen. Ik zie het niet. Oké, dan. Wat zeg je? Ik ga de berg uit. Ik heb een hoop kolen. I've got a whole stash of coal. Je bent dronken, zei je? Ik heb een hoop kolen. Oké. Dat was sneller dan ik dacht. Dat was faster dan I expected.
Al sneller dan ik dacht dat ik boven ben. Heb je brokken gebroken van de berg? Ja. Waarom? Wat bedoel je? Ik kwam boven zonder brokken te breken. Oh nee, niet om in de berg, niet om op de berg te komen. Oh. Om uit de berg te komen. Oké. Nou, ik zou zeggen, neem mee. Oh, neem mee. Ja, ik heb hem ook bij me. Meer dan schapen. Ik scheer ze eerst. I'm gonna shave them first. Als je varkens vindt, dood ze alsjeblieft niet allemaal.
Hallo, Maas. Klaar. I'm done. Wat is klaar? Schaap. Buiten die lama's maken. Die zijn echt niet te verdragen. Je hoort gewoon echt, dat is gewoon een mens die zijn best doet om geluiden te maken. Oké, mooi, ze kunnen zwemmen. Maar weer een hoop gedoe. Oké, dan ga ik ook straks even wat drinken. Leuk toch? Chips? Jawel. Het is al wel 5 uur, dus misschien gaan we sowieso ook al eten. Ja, misschien. Perhaps. Wat een idiote rockbeesten zijn dit gewoon. We kunnen gewoon niet uitvogelen dat je ergens langs kunt. Gelukkig heb je niet zoals met honden in het echte leven. Dat die draad dan ergens omheen wordt gewikkeld. Je kon niet even een omheining maken voor die lama's tegen de tijd dat ik thuis kwam? Fijn. Dan doe ik het zelf. Niet aangedacht. Je wilt niet dat die lama's blijven? Dat wil je niet? Nee, ze zijn lelijk. Wat heb je aan lama's? Lama's zijn leuk. Ja, ze zijn wel bezig met stappen. Kom maar, lama. 1. Lekker in die boot zitten, braaf. Jij ook? Braaf. En die laatste lama bind ik even vast aan een paal.
Hey! Hey, wat ben je aan het doen precies? En waarom heb je het schaap bij de dingen gezet? We hebben helemaal niks nodig. Ik wil van lama rijden. Eerst ga je mishandelen en dan wil je erop rijden. Tuurlijk. Ja. Yeah. I want to ride on lama. Nee, ik wilde helemaal niet die lama slaan. Ik wilde de boot slaan. Hé, hey, waar is die tweede draad nou? Hé, hey, blijf even van mijn lama af, wil je? Blijf van mijn lama af. Joshua, ik zit even niet in de weg van mijn... van wat ik aan het doen ben. Ik ook. Ja, fuck jou, we hebben het niet. Dat weet ik en daarom heb ik er zin in. Maar goed, we hebben ook helemaal geen... Zal popcorn niet echt tering goedkoop zijn? We hebben ook geen, hoe heet het, geen magnetron waar we het kunnen maken. Heb je ergens wol? Twee wol. Ik heb twee pieces wol. Holla, ik heb wol nodig. Sorry, dat die was heel erg slecht, ik weet het. Hey, waarom heb jij mijn schaar gepakt? Ik heb zelf een schaar. Mijn schaar is weg. Nou, had je dus geen schaar? Ik had wel een schaar en hij is weg. Hij is echt niet. Hoeveel fucking bogen heb jij? Genoeg dat ik straks een hele goede boog heb. Aha, een endbeeld. Aanbeeld. Kon je niet een kist op lama's doen? Volgens mij wel. Ik zal het even proberen. Je kunt een kist op lama's doen. Hoe komt het steeds dat deze dinges weer teruggaan naar dit? Wat? Deze deur... Ik had hier gewoon hekjes neergezet voordat ik besloot dat ze daar moesten. Nee, ik heb het nu hierover. Ja, dat bedoel ik. Dat daar. Dat was eerst het pad, maar ik had er hekjes op gezet. Thank you.
Hé, hey, ben jij nu... Wat? Ja, dat moet jij gaan doen. Jij zou bedken. Ja, maar jij hebt me vol gevraagd. Nu kun je nog niet teruggeven. Oh ja, ja, maar je had toch maar twee. Het bed moet zwart zijn, want jouw bed is ook zwart. Dus hier, ik ga gewoon wel even wat extra wol halen, plus een schaap. Symmetrie kan ook juist spiegelwol zijn. Nee, ik bedoel, naast spiegel kan het ook gewoon, zeg maar, kleuren tegenovergesteld zijn. Denk maar aan dikke en aan dunne. Mijn bed moet zwart zijn, dus ja. Oké. Trouwens, als jij kippen naar ons huis wil vervoeren, wees mijn gast. Maar ik ga gewoon kippen laten, weet het. Hé, er is weer een nieuwe lama bijgekomen. Twee zelfs. Ik ga gewoon kippen laten, eieren laten leggen. En die verzamel ik dan gewoon buiten in de wereld. En dan ga ik die gebruiken om die eieren ga ik gebruiken om te maken. Dat viel weg. Kom, maar gaan. Wat? Kom, maar gaan wat drinken. Nee, ik ga eerst even wat wol halen en dan ga ik wat... Oké. Wat wollen halen. Gezamenlijk met wat schaap. En één schaap is al afgelopen. En het andere schaap ook. Waarom? Waar is die ene draad heen gegaan? Wel, rust in vrede, leidraad. Kreeg ik van die ene wandelende handelaar. Die had twee lama's. Of hij had er misschien drie, alleen hij had twee lama's met draad. Wat zei je? Door de lama geluiden spreekt de keel nog erbij. Rip. Hoeveel eerstjes heb je nou gedood in totaal? Mobs, even kijken. Big Salmon Skeletons, Squid, Llama. Pillager, ik heb 4 pilletjes gedood. 4, oké. En ik heb 1 Trader Llama gedood en ik ben trots op. Is dit een apart dier van gewoon een llama? Ik denk dat. Ja, ik denk dat ze hem. Hij kan als. Kom nou, beest. Hij kan als apart worden gezien, omdat hij ook als apart erin komt. Met tapijt en zo, een visje erop. Ja.
Of althans, sommige van die dingen komen met een kistje erop. Ik wil de brug veranderen zodra we Silk Touch hebben. Of zelfs daarvoor, dan kan ik gewoon eerst... Wat wil je dan, waar wil je dan die brug van maken? Van pad. Van pad? Met dan zeg maar trapdoors aan de zijkant, om de brug op te houden, zeg maar. Is iets onzeker? Kom nou, rockbeest! Ja, schapen voeren is echt pijn. Mijn skin is nog steeds hetzelfde, hè? Wil soms dan gaat het dan het schaap volgt je gewoon soms ineens niet. En dan staat hij stil. En dan loop je even een meter verder. En dan is de draad kapot. Schapen, alsof jij zoveel schapen hebt voer. Ja, ook maar eentje. Wat ben je aan het doen? Ah, boeiend, ga gewoon bij de koeien. Nee, dat doe ik niet. Ik maak hem vast. Hieraan. Hé, hey, waar is de zwart? Oh, daar is de zwart. Drie zwarte bollen. Gebeurt. Oh. Mijn hoofd. Mijn hoofd heeft, als ik hem in mijn hand lang of nog houd, hang nog steeds dezelfde ding is. Oh, nu niet meer. Nee. Yusha, geef me dat ding even terug. Welk ding? Dat ding dat... De Defense Gate. Dank je.
Waarom sloeg je een van de lama's? Nee, ik wil alleen het schaap hebben. Joshua, wat ben je aan het doen? Dat wou ik doen. Je wou dat die lama's je doodspoten? Ja. Nee, kom terug, op beest. Ja, oké. Als jij nou ook even meteen in bed gaat. Oh, je ligt al. Hallo?
gegroet. Hallo? Ben je er nog? Nee, je bent er dus niet. Oh, je bent wel. Praat dus. Wat langer alsjeblieft. Oké. Conclusie is dus blijkbaar... Wacht. Blijkbaar kan ik gewoon mijn luidsprekers gebruiken in plaats van mijn oortjes. Wat dus betekent dat ik ook de... Server aanzetten trouwens.
viewer. Actually, this is a Minecraft team. I was just playing Distance, but this is a Minecraft team. It is. Hallo. Hallo, zit de server alsjeblieft aan? De server is nu aan het gaan. Ik had eerst al Minecraft opgestart, maar blijkbaar vindt de server dat niet leuk en toen deed hij helemaal niks. Ik had het twee keer toen had ik hem aangezet, maar er gebeurde gewoon letterlijk niks. Het script begon niet eens met lopen. Oef. Ja, inderdaad, oef. Wie zit erin? Je zegt gewoon helemaal niks. Inderdaad, ik heb ook niks te zeggen nu. De server loopt 326 ticks. Oh, nu alleen maar 40. Dit is veel te fel. Ik kan echt niet beginnen met hopen dat ik naast die server te lopen ook nog moet streamen. Ik hoop het voor je. Duurt niet lang meer, zeg maar. Nou, zullen we dan maar naar beneden gaan? Ja, denk ik dan maar. Hoe lang is die lang meer? Ik heb geen idee. Ik zou zeggen, vraag het. Hen. Nou, oh nee, wacht, het is aan of voor. Dus is het hun. Hoe gebeurde dat? Hoe gebeurde wat? Ik kwam uit het water en toen ging ik het land kapot. Nog 10 minuten dus.
Yusje. Ja. Yusje. Ja. Duel buiten. Wat? De bel? Duel buiten. Hoe heb jij betere timings? Oh shit, mijn schild. Mijn schild is bijna kapot. Good game. Deus. Oh. De server is weer eens in zijn broek aan het schijten. Hey. Bedankt voor mijn XP. Dat is niet hoe je... Hoe ziet je skin eruit zonder een masker? Wat? Hoe ziet je skin eruit zonder het masker? Skin. Jouw skin natuurlijk. Wat zei je? Jouw skin. Bedoel je nou gewoon hier? Bedoel je mijn hoofd? Oude oor. Je masker. Ja. Zoals ik al zei, het masker is onderdeel van de skin. Oh, ik zie het, ja. Simpel is het. Zeg maar, de masker is zeg maar twee lagen. En niet dat er een gezicht onder zit. Er zit geen gezicht onder inderdaad. Het één, okay. De bovenste laag. Ik wil er zijn maar twee lagen. De bovenste laag is de sim. Je valt de hele tijd weg trouwens. Dat is pittig onmogelijk. Oké. Okay. Dat geluid! Hoe broed je lama's? Weet jij dat toevallig? Hallo? Geen idee. Waarschijnlijk met wiet. Als ook wiet eten. Nee, je broedt ze niet met wiet. Ik heb het net geprobeerd. Okay. Zwarte Piet. Ze rookt veel wiet. Ruiken doe je. Ja, zien kun je het wel, maar ruiken doe je het niet. Sinds wanneer krijg ik ergens bericht? Waarom die geluiden? Ik wil eigenlijk gewoon een houten vloer in de ondergrond. En waarom ben je nog steeds te beroerd om gewoon simpelweg even een dingetje neer te zetten? Wat voor dingetje? Nou,
nou, hier in het gat wat jij, wat jij hier gegraven hebt, daar was geen ding is. Geen fakkel. Dit is trouwens jouw mijn, hè? Dat is helemaal niet mijn mijn. Jij gaat niet via mijn kelder naar een of andere mijn. Je bouwt dan zorg jij maar lekker dat je een betere kelder maakt. Dan komt een mijn in de kelder. Nee, dat zou het midden van de kelder zijn. Ik ga gewoon een nieuwe mijn bouwen. Ik heb je ruimte gegeven. Ik heb speciaal daarvoor een deel van de ruimte niet gebruikt in mijn kelder. He wants more space for his mind. Dat is onder hier. The original one. Van alles wat er in die kist zit dat ik niet nodig heb. En het enige wat ik niet oppak is die kist. Die heb ik juist nodig. Nee, pak het niet op. Het hoort in mijn kist. Ik moet gewoon even die kist vinden. Ja, braaf. Braaf de kist. Klei dat stek vol. Wat? Mijn eigen hoofd. Wat doos? Draden, bogen, banieren, schaar, boog. Prachtig. Nu kan ik mijn verzameling hoofd op een andere manier plaatsen. Ik ga zo stoppen en afsluiten en eten en shit. Dat zou wel eens niet kunnen zijn. Er lag hier nog iets in de kelder. Wat jij hebt gepakt toen je hier heen kwam. Draad? Wat hè? Draad? Bedoel je het string of leidraad? String. Ja, die moet ik hebben. Die was voor mij. Dank. Hoe maak je ook een bak? Yeah.
Ik zie er belachelijk uit met mijn eigen hoofd. Hier, dit is beter. Waarom ben ik nog steeds Alex? Wat? Ik ben nog steeds Alex. Omdat dit een server is waar je geen skins op kunt hebben. Kun je dit wel anders maken? Nee, dat kun je niet. Waarom heb jij de oude geluiden? Waarom is die, hè?